voor dingen die niet eens een basisinkomen zijn. Dus ik ga u eerst even uitleggen wat een basisinkomen echt is. Een basisinkomen is een zak geld dat je iedere maand krijgt als individu hoog genoeg is om van te leven. Je voedsel, water, onderdak van kan betalen. Zonder voorwaarden. Echt zonder voorwaarden. Ik krijg heel veel berichtjes van mensen die zich ongerust maken dat de overheid een basisinkomen gaat invoeren als chantagemiddel. Dan is het geen basisinkomen. Voor een basisinkomen hoef je niks te doen, het is een recht. Het kan dus ook niet afgepakt worden, want dan is het een privilege. We hebben vandaag sprekers vanuit alle hoeken en gaten van onze samenleving. En ik wil heel graag de eerste spreekster aankondigen, Patricia Claus. Meisje als moeder, maar ook gewoon mens. En Patricia, kom erop. Hey mensen, hier sta ik dan, als bijstandsmoeder. Een raar woord vind ik dat. Ik ben gewoon een moeder. En ik werk ook gewoon. Toevallig niet betaald en daarom een klein beetje bijstand. Maar is betaalde arbeid dan het enige wat echt telt? Best gek in een participatiesamenleving. Volgens mij is de mens net als mieren gemaakt om te werken. Ik ook. Na mijn scheiding in 2015 ging ik aan de slag als gastouder. Geen vetpot, wel een boterham. In 2017, door flinke inkomstenverlies, een noodzakelijke verhuizing, dubbele woonlasten en mijn spaarpot was leeg. Ik vroeg toen om €400 bijzondere bijstand om geen achterstanden te krijgen. Drie ambtenaren hebben alles lopen uitpluizen. Al ZZP'er helaas te weinig rechten. Gevolg: achterstanden. Om uiteindelijk met behulp van dezelfde gemeente er weer uit te komen. Goedkoop werd dus duurkoop. Maar door dit gedoe ben ik mij gaan inzetten voor stille armen. Vaak harde werkers en voor mensen die door de bomen het bos niet meer zien. Ik pakte een studie bestuurskunde op, als springplank. En met heel veel strijd, sinds 2019, een klein beetje bijstand. Maar als bijstandsmoeder ben ik volgens Mark Rutte en vele anderen een profiteur. Een consulent vertelde mij dat ik misbruik maak van mijn kinderen door zorgrecht aan te vragen. Maar hoezo? Eén kind, drie dagen in de opvang, kost al €1170 aan toeslagen. Maar voor €350, als ik het zelf regel, ben ik een profiteur. Nog los van mijn vrijwillige activiteiten. Dus de heer Rutte en anderen zien het dus verkeerd. De participatiewet is ook ijskoud. Ik moest toestemming vragen voor mijn vrijwilligerswerk. Controle of het niet op geldgewaardeerde arbeid is. Mijn bankafschriften worden gecontroleerd. Een tikkie voor boodschappen voor een ander is zo gevonden. Ik mag bewijzen dat het geen inkomst is. Ik liep stage en ik maakte opvangkosten. Voor een kleine tegemoetkoming erin moest ik eerst aantonen dat ik echt waar een studie volg. Nee joh, ik betaal voor een grap zoveel collegegeld. Krijg ik een gratificatie voor bijzondere inzet, moest er eerst met een jurist worden overlegd of ik het wel mocht houden. Een uitkering is alleen genoeg als je ook elk potje weet te vinden. Maar ik voel mij dan net een bedelaar, terwijl ik gewoon een klein beetje extra nodig heb om het zelf te kunnen regelen. En weer kosten van medewerkers die alles uitpluizen. Ik vind het zonde van het geld en zonde van mijn tijd. Het systeem van wantrouwen is zo ingewikkeld geworden dat het mensen letterlijk verknipt. Wij zien er nog uit als mensen, maar zijn niet meer in staat om dat te doen waar we voor gemaakt zijn. Amen. Met een basisinkomen
had ik na mijn scheiding tijd gehad voor een goede verwerking. Tijd gehad om te investeren in een tweede thuis. Tijd gehad om te bezinnen op mijn next step in life. Verder studeren of rust nemen om een goede baan te vinden. Vorige week kreeg ik dan eindelijk de felbegeerde baan. Na bijna 5 jaar van strijd en ellende. Wat had ik er graag in rust naartoe willen werken. Ik snak naar rust en ruimte om datgene te doen wat werkelijk telt in de samenleving. Dus mijn oproep vandaag is: geef ons als burger bestaanszekerheid. Geef ons vertrouwen. Geef ons ruimte om te groeien. Geef ons ruimte om een naaste te helpen. Geef ons ruimte om te ontdekken. Geef ons de rust en de ruimte om te participeren naar vermogen. En zie iedereen erbij voor vol aan. U zult versteld staan voor wat we dan kunnen bereiken. Dank jullie wel. Nou, dankjewel Patricia. Er zijn duizenden van dit soort verhalen. Duizenden. De volgende spreker is Martin Schuurman. Waar ben je, Martin? Is Martin aanwezig? Nog niet? Nee, hè? Ik heb hem nog niet gezien. Dan wachten we er eventjes mee. Dan gaan we naar onze voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, Lieke Muns. Goedemiddag iedereen. 5 jaar geleden werd het leenstelsel ingevoerd. En dat betekende eigenlijk dat studenten... Wat zeg je, opeten? Oké. Nou, zo gaat het beter. 5 jaar geleden werd het leenstelsel in Nederland ingevoerd. En dat betekende dat studenten eigenlijk geen basisbeurs meer konden krijgen. En dat studeren niet meer werd gezien als een recht op onderwijs, maar als een investering in jezelf. Je moest je de schulden werken waar je een opleiding kon doen. Sinds die tijd is er veel veranderd, want we zien dat nu 1/4 van de studenten dreigt af te studeren met een studieschuld van meer dan 40.000 euro. Dat zijn bedragen waarvoor generaties zich niks meer konden voorstellen, maar dat nu aan de dagelijkse realiteit van de Nederlandse studenten zijn. Nu, wat heeft het alles te maken met het basisinkomen? Wij hebben studenten gevraagd, wat willen jullie nou als alternatief zien voor het leenstelsel? De steun, politiek gezien, brokkelde af. 3 van de 4 partijen die er voorstander van waren in de Tweede Kamer hebben hun steun ingetrokken. Dus nu was het tijd met deze Tweede Kamerverkiezingen om een alternatief te formuleren. Wij zijn het land doorgegaan en hebben studenten gevraagd, wat willen jullie qua studiefinanciering? En studenten zeggen, we willen niet lui op de bank liggen. We willen niet werken. Voor ons is het vooral... Oh ja. Oké. Nou, ben je altijd heel enthousiast. Dus dan, ik heb heel veel informatie. Ja, nou, dan zal ik wat trager praten. Nou, is goed. Studenten, die hebben eigenlijk gezegd, wij willen best werken. We willen ook bijdragen aan de samenleving. Die studie, maar we moeten wel zonder schulden kunnen afstuderen. Dus het alternatief was een schuldenvrije basisbeurs. Een basisbeurs voor elke student die uitwoont van 750 euro. En een inwonende student die bij de ouders woont van 350 euro. Met dat geld en een kleine bijbaan kun je zonder schulden studeren en kun je dus eigenlijk ook als student rondkomen zonder dat je daar later tot aan je pensioen de schulden moet terugbetalen. Dat is eigenlijk een basisinkomen voor studenten. En dat is waar wij de komende verkiezingen keihard door het hele land met onze campagne voor gaan strijden. Dankjewel Lieke. De volgende spreker komt uit de cultuursector. Als hij aanwezig is, want ik heb hem ook nog gezien. Evert de Vries. Ja, daar staat hij om het hoekje. Een applaus voor Evert. Cultureel ondernemer. Hallo allemaal. Jullie hebben al 2 vrij inspirerende verhalen gehoord uit 2 heel verschillende plekken in de samenleving. Jullie hebben al 2 heel inspirerende verhalen gehoord. Ik wil er graag een persoonlijk verhaal aan toevoegen vanuit een branche die mij heel erg nauw aan het hart gaat. Ik werk als uitgever, onder andere in de culturele sector. Ik heb afgelopen jaar dit boek uitgegeven van Andrew Yang, Jouw baan gaat verdwijnen en dit is de oplossing. Nou, die oplossing kennen jullie hier allemaal. Ik doe nog meer dingen in die culturele sector, altijd gefocust op strategische doelen.
en financiële gezondheid van musea, festivals, events. Dus jullie kunnen voorstellen, het was een turbulent jaar. Ik wil een aantal cijfers met jullie uit de sector doornemen. Het BBP, totaal 4% van het BBP komt uit die culturele sector. In het totaal werken er ongeveer 350.000 mensen in die sector. Van die mensen is ongeveer 60-70% ZZP'er of zelfstandige. En veelal is dat onvrijwillig. Van die groep weer, ruim tussen de 25-30% van die mensen heeft een tweede, derde of vierde baan buiten die culturele sector om rond te komen. Dit was de situatie voor corona. Een uiterst wankel kaartenhuis waarbij lange termijn creatief denken zeer lastig was, waarbij er nauwelijks mogelijkheden bestonden om buffers op te bouwen voor een zware periode. En ondertussen hebben we volgens mij met z'n allen ook bewezen wat er gebeurt als alle mogelijkheden voor vrije tijdsinvulling en vermaak wegvallen. Als concerten niet doorgaan, als bioscopen sluiten, als musea dichtgaan. De financiële impact van die cultuursector die mag duidelijk zijn, maar de waarde van een bloeiende cultuursector is meer dan dat. Minister van Engelshoven noemde het essentiële zuurstof voor de samenleving. En die cultuursector die is niet per se zielig. Die is niet zieliger dan andere sectoren, verre van dat. Wat de sector wel is een hele duidelijke spiegel voor wat er in heel veel sectoren gaat gebeuren en nu al gebeurt. En het laat zien dat ons financiële stelsel aan vervanging toe is. En de cultuursector is wel vaker een voorloper van maatschappelijke debatten en ontwikkelingen. En dat is hier niet anders. Het wegvallen van financiële buffers, van lange termijn veiligheid, dat loopt overal terug. De trend van loondienst naar flexwerkers en zzp'ers, dat zien we overal. En het aantal Nederlanders dat niet langer aan één baan voldoende heeft, is ook steeds vaker aan de orde van de dag. En ik zie dagelijks om me heen wat ik eigenlijk al heel lang wist en wat mensen in elke sector gaan zien als we niet nu ingrijpen. Ik heb op het moment 4 banen en ik wil heel graag voorstellen om daar een 5e aan toe te voegen, maar dan wil ik dat wel voor ons allemaal hier doen. 17 maart 2021 is de volgende verkiezing en die dag moeten wij gaan stemmen voor een ander systeem. Een systeem dat mensen vrij maakt om zelf te bepalen waar tijd en energie ingestoken wordt. Elk onderzoek naar de gevolgen van een basisinkomen laat zien. Geef mensen vrijheid en geef mensen middelen en ze gaan waarde creëren voor de samenleving. En vooral in de cultuur en de creatieve sector zullen de positieve gevolgen daarvan enorm zijn. We hebben nog 179 dagen voordat we hierover gaan stemmen. Maar eigenlijk hebben we nog veel korter, want de partijprogramma's die worden nu geschreven. En bij welke partijen je ook thuis voelt, zij zetten het niet op de agenda als wij dat niet eerst gaan doen. En dat doen we niet door alleen maar hier te zijn één keer per jaar, maar dat doen we door te mailen, door te bellen, door de politici lastig te vallen. En laten we dat gaan doen. Men zegt vaak dat het ideeën zijn die onze wereld gaan veranderen. Volgens mij is dat niet waar. Het zijn mensen die de wereld veranderen en heel specifiek, het zijn jullie die dat gaan doen. Een betere wereld is mogelijk en laten we daar met z'n allen voor gaan vechten. Dankjewel, Evert. Ja, dus we hebben al iemand uit de bijstand gehad, we hebben iemand uit de cultuursector, we hebben nog meer gehad van studenten. En nu hebben we iemand uit de milieubeweging. Mag ik een hartelijk welkom voor Robin HB alias Bruisje van Extinction Rebellion. Is ze? Niet. Nog aan de overkant, echt waar. Hè? En nu? Goed, dan zal ik in ieder geval wel iets zeggen namens Martin Schuurman, namens de ZZP'ers. Want het is wel belangrijk. Een basisinkomen is de renaissance voor het midden- en kleinbedrijf. Met een basisinkomen kan jij ondernemen en dat zul je ook doen. Als je een basisinkomen hebt en je verdient daar een klein beetje, zeg 200-300 euro bij, dan mag je het houden. Dus het geeft jou een stabiele vloer van waaruit jij kan floreren. Jij kan zelf bepalen wat jij doet. Het geeft ook een andere kijk op werk. Werk wordt vaak gedefinieerd als een betaalde baan. Lees belasting betalen. Maar is het werk als je je eigen dak repareert?
Of is het werk alleen maar als je iemand anders inhuurt die jouw dak repareert? Een basisinkomen zet al dat soort termen eventjes opnieuw op de kaart. Er is niemand die zijn hele leven op de bank gaat liggen en bier gaat drinken. En aan ik wou zeggen aan zijn zak gaan krabben, maar heb ik het toch gezegd. In maart volgend jaar zijn er verkiezingen. Voor het eerst in de geschiedenis zullen er meerdere partijen zijn die een basisinkomen in een verkiezingsprogramma gaan opnemen. Of in ieder geval een stap daarnaartoe. Het wordt een rat race tussen de verschillende politieke partijen. Wie komt het dichtst bij het echte, onvoorwaardelijke basisinkomen wat hoog genoeg is om van te leven zonder enige voorwaarden? We hebben een aantal vertegenwoordigers van politieke partijen vandaag die dapper genoeg zijn om nu al, voordat de officiële partijprogramma's bekend zijn, op het podium te komen. En als eerste wil ik een hartelijk welkom heten aan de man die eigenlijk als eerste partij het basisinkomen echt heeft durven laten doorrekenen door het CPB. Het CPB zei eigenlijk aan het begin van dat rapport, ja, onze formule is niet geschikt om het uit te rekenen, maar we doen het toch. Ze mochten bijvoorbeeld niet meerekenen dat er tientallen procenten van ambtenaren naar beneden bezuinigd zou worden. Vervolgens gingen ze rekenen en toen bleek het te duur, terwijl ze de formule niet klopte. Norbert Klein, mag ik je op het podium uitnodigen? Dan sta je. En de vrijzinnige partijen. Dankjewel, dankjewel. Goedemiddag allemaal voor het basisinkomen. Vrijheid, freedom, zoals Andrew Yang dat zegt. Daar gaat het om een basisinkomen, om een onvoorwaardelijk basisinkomen te hebben. Wat mensen juist de zekerheid geeft, waardoor je kansen krijgt, waardoor je zelf opeten zelfs. Ja, maar wat springt er dan allemaal naar binnen? Vervolgens, als ik kijk naar een basisinkomen, moet ik kijken naar vrijheid voor mensen om te zorgen dat ze hun talenten, hun kennis, hun ervaring kunnen inzetten. Dat is waar ik ook in de Tweede Kamer destijds voor gevochten heb en nog voor blijven vechten. En dat doen we met elkaar. Invoering van een basisinkomen is altijd afhankelijk van de machthebbers. We kunnen met elkaar zeggen, ja, het moet komen. Maar als de regering niet wil, als de Tweede Kamer het niet wil, dan gebeurt het niet. De machthebbers, die moeten we op een gegeven moment overhalen. En als machthebbers zie je op dit moment dat ze allemaal vrijheidsbeperkingen juist opleggen. Niet de vrijheid bevorderen, maar vrijheidsbeperkingen opleggen. Met maatregelen die de burgers gaan controleren, waar je op een gegeven moment kijkt dat het niet de coronavirus is wat je vrijheid beperkt, maar dat de regering is die de vrijheid beperkt. Die maakt uiteindelijk de maatregelen. En die verschillen per land. Deze regering maakt maatregelen om die vrijheid te beperken, met als gevolg werkloosheid, faillissementen, allerlei culturele afbraken, we hebben het net gehoord. Mensen die in de bijstand gedrukt worden gewoon. Mensen die op een gegeven moment vereenzamen. Ouderen, kwetsbaren. Kortom, vrijheidsbeperkingen ook op je onnatuurlijk gedrag, wat je helemaal weggehaald wordt. Maar het goede nieuws is, als de regering onze vrijheden kunt afpakken, kan de regering ons ook vrijheden geven. En de vrijheden geven, daar gaat het natuurlijk om wat we de volgende keer te doen. Zorg ervoor dat mensen geld hebben om een bestaanszekerheid te hebben, om daarmee ook eigen keuzes te kunnen maken. Niet als een middel. Begrijp dat goed, basisinkomen is niet een middel, maar is een doel. En het doel is een vrijheid. Een vrijheidsdoel wat we allemaal moeten nastreven. En daar gaat het om, en het is dan onvoorwaardelijk. En niet zoiets simpels als op het moment een eenmalige zorgbonus. Prima, en voor iedereen. Maar het is heel beperkt en eenmalig. Iedereen levert een bijdrage aan deze samenleving. Iedereen is onmisbaar. En iedereen verdient dus ook een basisinkomen. Iedereen dient een bedrag.
Vergis je niet. Als we met elkaar op inzetten voor deze samenleving, dan krijgen we ook een opbrengst. De winst van de samenleving wordt betaald door de belastingen. Iedereen betaalt zijn belastingen. Als we nou die belastingen, die gebruiken we voor collectieve doelen. Wegen, scholen, ziekenhuizen, nou, noem maar op, de politie, noem maar op. Daar gebruik ik het geld voor. Maar wat gaan we nou doen? We gaan ook een deel van die belastingopbrengsten delen met elkaar. De winst van de samenleving delen om daarmee de vrijheid te krijgen. Een soort dividenduitkering, waardoor we met elkaar een vrijheidsdividend krijgen. Iedereen kan dan zelf bepalen wat je ermee gaat doen. En daar gaat het om. Als ik kijk naar bijvoorbeeld in 2019, nou, de opbrengsten van BTW, vermogensbelasting, winstbelasting. We kunnen ook een nieuwe financiële transactiebelasting gaan invoeren. Op het moment dat je dat gaat doen en je gaat dat delen over de mensen, betekent dat een vrijheidsdividend van 1000 euro per maand voor iedereen. En daar moet je met elkaar voor streven. Omdat je na deze periode, met bizarre periode, met onnodige vrijheidsbeperkingen, dan ook daadwerkelijk de echte vrijheid gaat krijgen met een vrijheidsdividend. Steun daarom, is mijn oproep ook, de komende verkiezingen, die partijen die daadwerkelijk willen werken aan een vrijheidsdividend, een onvoorwaardelijk bedrag als basisinkomen. Daar moet je voor gaan om daarmee de vrijheid van ons allen en van u en mij te realiseren. Dank u wel. Dankjewel, Norbert. Er is één voorwaarde voor het basisinkomen, om het te mogen ontvangen. Dat je mens bent. Dat is de enige voorwaarde, en dat je leeft. Toch is Partij voor de Dieren één van de partijen die het basisinkomen in hun partijprogramma gaan opnemen. Dus ik ben heel benieuwd naar Laura van Gaans motivatie om basisinkomen op te gaan nemen. Laura. Ja, dankjewel. Dat klopt. We gaan het opnemen in het verkiezingsprogramma. Beste mensen, sommige mensen zeggen dat het tijd wordt voor een basisinkomen. Maar wij zeggen, Partij voor de Dieren zegt met jullie, het is al lang tijd voor een basisinkomen. Misschien ook een aantal van jullie, was ik in Sprookjes Hoppeland, op de Zuidas, samen met XR, met de boodschap, het kloppend hart, dit hart klopt niet. En daar, beste mensen, wordt per jaar 37 miljard aan belastingontwijking doorgesluit. 37 miljard. Dat is bijna hetzelfde als we uitgeven per jaar aan onderwijs in Nederland. Moet je nagaan wat we met dat geld zouden kunnen doen. Moet je nagaan, 37 miljard. Tegelijkertijd hebben we dat belastingparadijs van multinationals. Daarnaast hebben we opgetuigd een controlestaat. Een toeslagenstelsel waarin jij schuldig bent totdat jij bewijst dat het niet zo is. Dat is een flagrante schending van mensenrechten. De omdraaiing van het rechtsprincipe. Dat hele toeslagenstelsel is opgetuigd omdat een gewoon inkomen niet meer voldoende is om van te bestaan. En het is dankzij mensen als Alexander de Roo, die uitrekent en die becijferd heeft dat we een basisinkomen gemakkelijk kunnen financieren. Als we alle toeslagen, als we de hele rimram aan toeslagen en controlemechanismen afschaffen en inzetten voor een basisinkomen. En of dat dan wat het precieze bedrag is, daar kunnen we over steggelen. Maar dat het kan, is overduidelijk. Want een basisinkomen is niet alleen een recht, het is ook noodzakelijk. Omdat een basisinkomen jou een steviger positie geeft in een wereld die steeds onzekerder wordt. En dat moeten we niet willen. Gandhi heeft gezegd, de mate van de beschaving van het land is af te lezen op hoe we omgaan met dieren. Helemaal waar. Maar wat ook zo is, is het niet de plicht van een land dat rijk genoeg is om een basisinkomen te kunnen vertegenwoordigen, te kunnen regelen, is het dan niet de plicht van die overheid om dat ook te doen?
Laten we dat dan doen, want 17 november, nodig aan het helemaal gelijk. In Den Haag moet het gebeuren, daar worden de beslissingen genomen. Je weet op wie je moet stemmen. Je weet welke partijen zijn die voor een basisinkomen zijn. Jullie zijn allemaal actievoerders, jullie zijn allemaal mede verantwoordelijk. Net als ik, net als Alexander, dat dat gaat gebeuren. Dank u wel. Dankjewel, Lambert. Dan hebben we nu een vertegenwoordiger van het basisteam GroenLinks. Jan Atsen Nicolai. Ze hebben flink gelobbyd bij GroenLinks. En ook daar ziet het er naar uit dat er een behoorlijk voorstel komt in het verkiezingsprogramma voor het basisinkomen. Kom erbij, Jan Atsen. Oké. Dank jullie wel. Ik ben blij hier te zijn op deze demonstratie over het onvermijdelijke basisinkomen, want het komt er namelijk aan. Het is onvermijdelijk. Ik spreek namens de werkgroep basisinkomen GroenLinks. Stemmers en leden van GroenLinks zijn al lange tijd in meerderheid voor een basisinkomen. Deze denktank van GroenLinks is grap op weg de belangrijkste werkgroep van GroenLinks te worden. Terecht. Basisinkomen is een belangrijk onderwerp geworden, ook binnen de politieke partijen. Zonder twijfel krijgt het basisinkomen een plaats in ons volgende verkiezingsprogramma. 4 jaar geleden misten voorstanders van het basisinkomen op 1% of 2% de meerderheid op het congres. Maar sindsdien is er gelukkig veel veranderd. Bij stemmers van verschillende politieke partijen is het basisinkomen populair geworden. In deze tijd van economische onzekerheid zal het verlangen naar een basisinkomen alleen maar groter worden. Is het basisinkomen een oplossing voor alles? Nou, dat vind ik eigenlijk wel. Het is in ieder geval zeker zo dat zonder basisinkomen het allemaal niet gaat lukken en het veel moeilijker wordt. Is basisinkomen een wondermiddel? Nou, dat vind ik eigenlijk ook. Het is erg moeilijk om een beter middel te vinden om armoede te bestrijden, om de armoedeval te vermijden, om alle arbeid te belonen en om te zorgen dat alle mensen zich beter en meer gewaardeerd en beloond voelen, gewoon omdat we er zijn en gewoon met iedere stem evenveel waard is. Met een basisinkomen is de basis op orde. Een bodem in ons woongebouw, zekerheid en meer vrijheid voor iedereen. Het is eenvoudig, effectief, rechtvaardig en treffend. Het is een recht, een mensenrecht. Hoe kunnen we een democratie onderhouden zonder basisinkomen, zonder economische bestaanszekerheid voor iedereen? Laat er verder geen misverstand over staan. Een basisinkomen is een basisinkomen, een gegarandeerd inkomen en dat is het over. Over alle andere maatschappelijke kwesties zal echt rustig doorgediscussieerd worden. Alle politieke dieren kunnen gerust zijn. Er zijn heel veel onderwerpen blijven nog aan de orde. Maar een gegarandeerd basisinkomen maakt deze discussies eerlijk, omdat ze niet meer plaatsvinden onder economische knechting. De filosoof Thomas Paine stelde al in 1792 dat economische bestaanszekerheid voor iedereen nodig is om een democratie te bloei te laten brengen. En zo is het. Basisinkomen als voltooiing en voorwaarde van de democratie. Basisinkomen is een mensenrecht. Begin juli dit jaar stelde de Verenigde Naties dat een basisinkomen voor iedereen het beste middel is om 2,7 miljard arme mensen in de wereld te helpen. Ook daarvan acte. Het crisisinkomen van GroenLinks en de rest van de wereld is eigenlijk gewoon een basisinkomen. Ieder mens dient gevrijwaard te worden van armoede en gebrek. Dat is al tientallen jaren een mensenrecht. Het is zo simpel
Het is zo overzichtelijk. Het is een meesterzet. Het basisinkomen is een mensenrecht. De basis op orde. Het basisinkomen is onvermijdelijk. Dank u wel. Dankjewel, Jan Achter. Ja, en zelfs de meneer de Maas is dit. Zelfs de Verenigde Naties beginnen nu te spreken over het basisinkomen in het kader van mensenrechten. Dus we zijn echt dichterbij aan het komen, mensen. De volgende spreker is Bert Veenstra, die namens zichzelf op de toch een beetje namens PvdA op het podium komt. Bert. Beste mensen, ik spreek hier inderdaad eerst op persoonlijke titel en daarna ook nog namens de groep van Partij van de Arbeid die zich basiszekerheid noemt. Wereldwijd en ook in Nederland zijn er grote problemen die moeten echt worden opgelost. Wereldwijd, ik heb net al gezegd, 2,7 miljard mensen leven in de armoede. In Nederland 1 miljoen en nog eens 1 miljoen op de rand daarvan. 1 op de 10 kinderen in ons land gaat met honger naar school. Sorry, ja. Ongelijkheid in inkomen neemt nog altijd toe. We hebben dat nu ook weer gezien met Prinsjesdag. Inkomen en vermogen zou eerlijker verdeeld moeten worden. De rijkste 1% van alle mensen bezit 50% van alle vermogen. 42 mensen op deze planeet bezitten evenveel geld als de armste 3,7 miljard. Veel mensen, heb ik het weer over Nederland, kunnen geen woning vinden. Lange wachtlijsten. Tallozen hebben gelukkig wel een huis, maar betalen een veel te hoge huur ten opzichte van hun inkomen. Het systeem van toeslagen en sommige fiscale kortingen, die werken niet goed. Het terugbetaaldrama kennen we allemaal en het leidt tot een armoedeval. Werken loont niet. Nou, een basisinkomen en alles wat erop lijkt, zou een heel goed idee zijn, ook als je ziet wat we nu doen in tijden van corona. Ik beroep me ook op de grondwet, artikel 20 en het manifest van de universele rechten van de mens. Hierin staat dat de overheid moet zorgen voor een fatsoenlijk bestaan. En uiteraard is dit nadrukkelijk vermeld ook in het manifest van Partij van de Arbeid. Dus daar ben ik dan nu gekomen. Hoe zit Partij van de Arbeid daarin? De netwerkgroep, die hebben we opgericht in de Partij van de Arbeid. Met eigenlijk door de motie van Hans Lindeijer. Hij is hier ook. In 2018. En die motie die luidde, red de Partij van de Arbeid, kies voor een basisinkomen. Daarom hebben wij... Dank u wel. Daarom hebben wij die netwerkgroep opgericht. En we hebben een projectgroep gevormd en die projectgroep heeft aanbevelingen gedaan naar de verkiezingsprogrammacommissie van Partij van de Arbeid. De conclusie, die is ingediend voor nu, daar ben ik wel teleurgesteld over. He, want het basisinkomen wordt nog niet helemaal als een betaalbare, breed aanvaarde manier gezien om bestaanszekerheid te garanderen. Maar er staan ook heel veel voordelen in dat rapport en die zijn aan de verkiezingsprogrammacommissie meegegeven. En de voordelen die zijn, is al genoemd. Emancipatie, zelfontplooiing vanuit gelijkwaardigheid. En ook om mensen, heel belangrijk, eigen regie te geven. Dat wordt zeker ook de Partij van de Arbeid onderkend. Het ingewikkelde toeslagensysteem en allerlei sociale regelingen, die kunnen op de schop, kunnen we vervangen. Bureaucratie, toetsing, controle, nou, daar hebben we de buik van vol. Het basisinkomen kan mensen in één klap economisch zelfstandig maken. Het rapport heeft ook adviezen opgeleverd aan Partij van de Arbeid. En dat zijn fundamentele systeemveranderingen en kunnen ook als stappen worden gezien op weg naar een basisinkomen. Ik zal ze noemen. Verhoog het sociaal minimum structureel. Doe dat op basis van de Europese armoedegrens 1325 euro per maand. En dat is maar liefst 1/3 hoger dan nu onze armzalige bijstand. Individualiseer de bijstand ook. En schrap
die kostendelersnorm. Hè, en laat mensen de bijstand ook bijverdienen. Sorry. Herwaardeer sociale werkvoorziening. Garandeer bestut werk. En laat nieuwe instroom ook toe bij de sociale leerwerkbedrijven. En breek met de participatiewet. Voorkom uitzichtloze schulden. Zet in op preventie, educatie, vroegsignalering en pak het verdienmodel aan. Kom nog twee. Denk hele goede adviezen aan Partij voor de Arbeid en stappen op weg naar het basisinkomen. Verklein de kloof tussen minimumloon en loonontwikkeling. Moderniseer het wettelijk minimumloon. Ga uit van een minimumuurloon in plaats van een weekloon. En koppel dit ook aan het gemiddelde uurloon. Dan, in combinatie daarmee, verlaag de belastingdruk voor alle inkomens tot modaal. Dat is de groep die afhankelijk is van toeslagen in dit land. Dat zijn 5 miljoen mensen. Verlaag de laagste belastingschijf en creëer ook een nieuw toptarief. Introduceer ook graag een heffingskorting voor lage inkomens om werkende mensen aan een fatsoenlijk inkomen te helpen. Allemaal overeenkomstig ook die grondwet van ons. Dit kunnen eerste stappen zijn naar een toekomstig basisinkomen. Het basisinkomen is voor PvdA op langere termijn een interessant concept om ruim baan te geven aan onze waarden. Vrijheid, emancipatie en autonomie voor ieder individu. Hoe gaan we dat nou doen? Ook bij de Partij van de Arbeid. Je kunt invloed uitoefenen. Bijvoorbeeld door lid te worden van de Partij van de Arbeid. En dan kun je digitaal stemmen op moties en amendementen om het basisinkomen in het programma te krijgen. En dit jaar komt dat verkiezingsprogramma komt op de markt in concept. En we hebben nog het ook aan het congres voor het volgend jaar om zeg maar wijzigingen daarin aan te brengen. Nou, tot slot. Wil je meepraten over voorstellen? Woensdag 30 september organiseert de Partij van de Arbeid een webinar, een videogesprek waar je aan mee kunt doen. Houd in de gaten en geef je op om de uitkomsten van dit advies, de uitdagingen en ook hoe het verder moet met elkaar te bespreken. Wees daarbij van harte welkom. Dank u wel. Dankjewel Bert. Dan gaan we door naar D66. Namens D66 komt Emiel Althuis u vertellen hoe het ervoor staat. Goedemiddag. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Dat is het motto waarmee D66 de verkiezingen van volgend jaar ingaat. Hoe past dat niet goed bij het basisinkomen? Laat iedereen vrij. Het is al een aantal keren gezegd. Ik zeg het nog een keer, die basis van bestaanszekerheid die wij iedereen willen bieden, geeft een enorme vrijheid. Vrijheid in meerdere opzichten. Ten opzichte van je werkgever, je kunt kiezen of je betaalt of onbetaald werk. Het maakt je ook vrijer in je relaties naar iedereen toe. Het is een zegen. Maar dat weten jullie allemaal wel. Ik heb jullie wel diverse spreken gehoord. En ik heb het idee dat iedereen die hier staat daar wel achter staat. Maar het is ook iets waar D66 voor staat. Sociaal-liberaal zijn. Liberaal dat staat voor vrij. Vrijheid om je eigen keuzes te maken. Vrijheid om de regie in je eigen leven op te nemen. Dat is dat één aspect. Maar laat niemand vallen. Eerlijk gezegd is dat voor mij nog belangrijker. Er zullen altijd mensen zijn die om wat voor reden dan ook buiten de boot vallen. Die niet in staat zijn om zelf een inkomen te verwerken. En dat is op zich helemaal niet erg. Maar wij moeten wel voor die mensen zorgen. Beter dan we nu doen. Nu geven we ze een bijstand en kunnen ze uit een enorme reeks, een stuk of 60 verschillende toeslagen en andere vormen van bijstand, kunnen ze kiezen of eigenlijk moeten ze zoeken om op een redelijk inkomen te komen. Dat is onaanvaardbaar. Oké, hoe staan wij er nu voor binnen D66? Morgen wordt ons concept verkiezingsprogramma gepubliceerd. Daar zal het basisinkomen helaas nog niet in staan. Maar We zijn er nog niet. Wellicht hebben jullie ook al gezien dat we wel die kant op schuiven. Nog niet zo snel als ik persoonlijk zou willen,
maar het gaat wel die kant op. In juni heeft onze Tweede Kamerfractie een plan gelanceerd om alle toeslagen te vervangen. Het is absoluut nog geen basisinkomen, maar het is wel de methodiek van het basisinkomen. En het haalt wel al die ellende met al die toeslagen haalt het in één keer weg. Ik beschouw dat als een stap in de goede richting. Maar het is een kleine stap en er moeten meer stappen volgen. We hebben binnen D66 een werkgroep en die heet Deel de Welvaart. Zullen jullie meer van willen weten, deeldewelvaart.nl. Daar zijn een heleboel D66'ers die zich bezighouden met op een eerlijke manier rechtvaardig inkomensverdeling op alle mogelijke vlakken. Basisinkomen is een speerpunt van deze werkgroep. Vanaf morgen, als wij het conceptverkiezingsprogramma hebben gezien, gaan wij ons plan indienen om basisinkomen in het verkiezingsprogramma te krijgen. Het is al helemaal uitgewerkt. Het is een 2-pagina lang verhaal waarin staat, wij moeten dat basisinkomen hebben. Misschien moet het stapsgewijs, omdat het een mega operatie is die je niet in 4 jaar kan afronden. Maar wij willen wel dat het in het verkiezingsprogramma komt en we willen dat het in het regeerakkoord komt. Nou zijn wij een partij die regeringsverantwoordelijkheid neemt en ongetwijfeld ook in de komende kabinetsperiode ook weer zal nemen. Zij het over links of over rechts. Wij willen gewoon daarbij zijn en we willen onze punten naar voren brengen. Maar het is wel van belang dat een partij die regeringsverantwoordelijkheid neemt, dat die het in zijn verkiezingsprogramma staat. Daarom moeten wij de komende, en we hebben nog 2 maanden de tijd om amendementen in te dienen. Ja, en Bert zei het al namens de Partij van de Arbeid, maar ik zeg het namens D66. Als iedereen die hier staat nu lid wordt, dan mag hij meestemmen. We hebben een hele directe vorm van democratie. Dan kun je nu meestemmen over het amendement basisinkomen waarin gewoon staat dat wij het basisinkomen willen. Maar moet je wel nu snel lid worden als je dat nog niet kent. Dan wil ik afsluiten met het volgende. Zoals ik al zei, laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Ik denk dat dit motto eigenlijk ook een leuze namens ons kan zijn. Kort en krachtig, dit is echt waar we voor moeten gaan. Wij gaan ervoor strijden binnen D66. En nogmaals, het pleit is nog niet, we hebben het nog niet gewonnen, maar het gaat gebeuren. En zoals een eerdere spreker ook al zei, het is absoluut onvermijdelijk. En ik hoop, en dat zeg ik tegen mijn collega's binnen D66, laten wij in vredesnaam de eerste zijn die het in ons verkiezingsprogramma hebben. Ik bedoel, laten we ons als voorloper profileren, als innovatieve partij. Wij moeten in november, dan is ons congres, dan moet het er gewoon in komen te staan. Nou, ik hoop jullie daarna ook weer een keer te spreken en dan mag je mij erop aanspreken van god, het is toch niet gelukt. Of je mag me feliciteren, het is wel gelukt. Hoe dan ook, het moet er gewoon in. Nogmaals, ik sluit af. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Laten we daarvoor gaan. Dankjewel, Emiel. Inmiddels is Robin Habe, alias Bruisje, gearriveerd van Extinction Rebellion. Graag een applaus voor haar. Hallo allemaal. Ik ben een beetje last minute aan het invallen voor iemand anders. Dus het is een beetje half geïmproviseerd. Ik hoop dat dat oké is. Ben ik goed hoorbaar voor iedereen? Nee? Harder? Oké, nou, ik ben dus Robin van Extinction Rebellion. Ik ben filosoof, kapper, docent in opleiding en dus activist. En wij steunen het initiatief voor basisinkomen van harte. Want al jarenlang wordt de publieke sector uitgehold. Cultuur, onderwijs, openbaar vervoer, alles wordt geprivatiseerd. De armoede wordt groter, de dakloosheid is schrijnend. Mensen worden bang gemaakt met het idee dat ze dakloos zullen raken als ze zich niet laten uitbuiten. Daarom zien ze geen andere keuze. Uitbuiting van mens en natuur is mogelijk omdat mensen geen andere uitweg zien. Ze moeten werken in vervuilende industrieën. Maar als er een basisinkomen komt, zullen mensen zinvoller werk gaan doen en ook hun zinvolle werk blijven doen. Dat zien we. Dat zien we omdat heel veel mensen in Nederland en over de hele wereld natuurlijk zich vrijwillig inzetten voor de maatschappij. Zonder daar 1 cent voor te krijgen. Wij als activisten weten dat natuurlijk ook donders goed. Wij worden ook niet betaald, ondanks de verhalen die rondspoken op rechtse media. Wij worden niet betaald.
En juist door een basisinkomen kunnen mensen loskomen uit bullshitbanen die hen vasthouden in een kantoor en ergens in een achterkamertje en waardoor ze eigenlijk geen zinvol gevoel hebben van hun leven. Als ik een basisinkomen zou krijgen, zou ik nog steeds mensen hun haar knippen, maar zonder daar geld voor te vragen. Ik zou nog steeds blijven actie voeren, maar dan zonder stress voor mijn financiële bestaan. Ik zou nog steeds les willen geven, maar zonder dat scholen daar financieel onderdoor aan moeten gaan. En ook voor de transitie naar een ecologisch houdbare samenleving is een basisinkomen broodnodig. Mensen in vervuilende industrieën zullen hun banen verliezen, maar krijgen dan de ruimte om opnieuw uit te vinden wat ze willen doen. Mensen kunnen daardoor een veel vervullender leven leiden en zich inzetten voor lokale initiatieven van natuurherstel. Mensen kunnen zich verdiepen in de politieke realiteit. En wij als XR vinden het ook heel belangrijk dat burgers beslissen. Dat is onze derde eis. En we willen gewoon dat de democratie een update krijgt en dat er een burgerberaad komt. Daarom stonden we gisteren op de Zuidas, het gebroken financiële hart van ons land. Daar hebben we een straat geblokkeerd om onze boodschap duidelijk te maken. Mochten jullie nog verder geïnteresseerd zijn in wat wij doen, hierachter hebben wij een kamp opgezet waar allemaal activiteiten zijn, flyers, informatie. Dus voel je ook welkom om wat meer te leren over onze beweging. Dat was het. Dankjewel, Bruis. Ja, dat de milieubeweging en de basisinkomen hand in hand gaan, blijkt ook uit dat Extinction Rebellion ook sprekers uit de basisinkomenbeweging heeft uitgenodigd om vanavond te spreken. Dan gaan we door naar een nieuwe partij, De Basis. Mag ik uitnodigen Dennis Rosenbaum. Hartelijk dank. Ben ik trouwens goed verstaanbaar zo? Opbeten. Hartelijk dank dat ik hier mag spreken. Super fijn. Het is fantastisch om te zien dat er zoveel mensen zijn die zich inzetten voor het basisinkomen. Het is ook prachtig om te zien dat er zoveel politieke partijen zijn die zich inzetten voor een vorm van het basisinkomen. Een vorm van het basisinkomen, dat maakt echter niet het verschil. Zoals het nu neer wordt gezet, is het soms slechts een vervanger van de bijstand. We moeten ervoor waken dat dit niet gebeurt. De kracht van het basisinkomen zit hem in het veranderen van het huidige systeem. Dat hebben we al eerder gehoord. Het huidige systeem is ingevuld met veel wantrouwen. We moeten ons verantwoorden als we geen werk hebben of als we ziek zijn. Hier zit ontzettend veel onnodige tijd, rompslomp en administratie. En dit kost momenteel alleen maar geld, terwijl het niets oplevert. Ik heb juist ontzettend veel vertrouwen in de mens. Ik denk dat als de basis op orde is, als we eten hebben, als we onderdak hebben, veiligheid, gezondheid, dat we dan juist streven naar een beter land en een beter leven. Het huidige systeem houdt ons tegen. Het huidige systeem is er een waarbij we ons moeten verantwoorden en dat is constant. Daarom moeten we ook niet inzetten voor een basisinkomen van slechts €500 per maand. We moeten gaan voor een leefbaar basisinkomen. Eentje die ons voorziet in die basis. Dankjewel. Wij staan voor een basisinkomen van €33.000 per jaar. Dat is nogal veel, maar we hebben het doorgerekend en het is te financieren. Het is nu de tijd om het basisinkomen serieus op de politieke agenda te zetten. Toch, en dat is iets anders dan wat Norbert net zei, ik vind het basisinkomen is een middel en het is geen doel aan zich.
En wij als politieke partij staan dan ook voor de basis. Terug naar de basis betekent dat we ons leven duurzamer kunnen inzetten. Zodat we een prachtig milieu neerzetten voor nu, maar ook voor later. Terug naar de basis betekent ook dat de overheid in het onderwijs bijvoorbeeld weggaat. Zodat het geld weer naar de leerkracht kan, middels een basisinkomen. Terug naar de basis gaat ook over het hebben van een stem. Daarom staan wij voor een directere democratie. Al deze zaken worden niet ondervangen door een basisinkomen aan zich. Maar wel degelijk door een visie. Een visie als terug naar de basis. Om deze visie neer te zetten, willen wij graag meedoen aan de verkiezingen. En daarvoor hebben we ook jullie hulp voor nodig. Nou, er zijn al wat gevraagd of er leden misschien zich willen aansluiten bij andere partijen. Maar sluit je ook zeker aan bij ons. Zo kunnen we namelijk samen van het basisinkomen een basisbegrip maken in Nederland. Hartelijk dank. Welke partij is dit? De basis. De basis. De basis. Nou, de beste tip is dus, word lid van alle partijen. En maak je helemaal gek met al die amendementen, zodat het gewoon in die partijprogramma's komt. Dat is op nationaal niveau. Op Europees niveau start er volgende week een Europees burgerinitiatief. En Willem Gieling gaat u vertellen over het Europees burgerinitiatief. Wat volgende week start, we moeten een miljoen handtekeningen verzamelen om Europa wakker te schudden en een basisinkomen op Europees niveau voor elkaar te krijgen. Willem. Hallo allemaal. Opeten. Opeten. Het is natuurlijk fantastisch dat zoveel sprekers uit verschillende organisaties pleiten voor een basisinkomen. Nog dichterbij kantelen dat het beter is dat het vasthouden wordt, zo is het. Het is zo dat gisteren is bekendgemaakt dat er wereldwijd 146 organisaties zich willen inzetten om het basisinkomen te realiseren uit 57 landen. We zijn net begonnen om mondiaal gesproken, ook Europees breed, alle organisaties zich daarvoor inzetten. Om die te verenigen om met datzelfde doel. Maar hoe komt het toch dat er al eeuwenlang gesproken wordt en vele pilots gedaan zijn en zoveel onderzoeksresultaten al bekend zijn, maar regerende politieke partijen het maar niet willen oppakken? En dat terwijl het inmiddels een open deur is. En Piketty heeft dat al eens extra duidelijk gemaakt. De rijken worden rijker en de armen worden armer. In Europa hebben alle nationale organisaties voor basisinkomen zich met succes hard gemaakt voor een burgerinitiatief. Om dat van de grond te tillen, om Brussel aan het werk te zetten en te laten uitzoeken wat nodig is om een basisinkomen te realiseren. Het is natuurlijk heel belangrijk, want iedereen heeft het erover. De argumenten zijn overduidelijk, elke spreker noemt ze nog een keer op. We weten waar het over gaat. Belangrijk is dat er nu een concrete stap gezet zou kunnen gaan worden, die ook daadwerkelijk tot realisatie leidt. En we zullen Brussel dus moeten laten zien dat het basisinkomen eraan komt en alle hoofdsteden van de EU dat daar gepraat moet gaan worden over op welke manier het basisinkomen in elk land gerealiseerd kan worden. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Daarvoor moet iedereen een handtekening zetten, want vanaf volgende week gaan wij een jaar lang minimaal 1 miljoen handtekeningen verzamelen. En dat wordt aangeboden aan Brussel en zij kunnen dan niet langer om burgerinitiatieven weer heen. Dat is wat we willen doen. Een heel klein spandoekje, een eerste nog maar. We gaan nog een jaar verder. ECI, dat staat voor European Citizens Initiative, ECI-UBI.EU. Ga daar naartoe vanaf volgende week. Dan gaan we los. Een jaar lang. Dank u wel. Dank u wel, Willem. Ja, dus help ons om die handtekeningen te verzamelen.
verzamelen, want als we 10 miljoen handtekeningen hebben, dan wordt Europa pas echt wakker. Ja, we moeten er minimaal 1 miljoen hebben om het erdoor te krijgen, maar het mogen er natuurlijk veel meer zijn. Dan, als ik voor mezelf spreek, ik vind Basiscomen zo fantastisch. Ik ga net zo lang door totdat het er is. En ik heb nog iemand die dat zal doen, en dat is Alexander de Roo. Hij heeft in de jaren 80 van de vorige eeuw het BIEN opgericht, met er nog een aantal anderen. Toen heette het nog Basic Income European Network. Inmiddels is het een Earth Network. Al 40 jaar is deze man bezig bijna met rondom het basisinkomen. Alexander, hoe dichtbij zijn we? Oh man. We zijn heel dichtbij. In Duitsland krijgen 120 mensen een basisinkomen privé gefinancierd. Er zijn 2 miljoen Duitsers die in aanmerking willen komen. Zo leeft het. Vandaag, op deze dag, wordt er in 40 steden wereldwijd gedemonstreerd voor het basisinkomen. De regerende partij in Canada van meneer Trudeau gaat in november bespreken of ze het in hun programma gaan zetten. Het gaat vooruit. We hebben genoeg gehoord over de verkiezingen. Ik denk dat er zo langzamerhand echt wat aan het veranderen is. Ik heb gehoord dat de VVD overweegt om ook aan D66 een soort negatieve inkomstenbelasting in te gaan zetten in hun programma. Een soort basisinkomen van rechts noemen we dat altijd. Als dat gebeurt, dan gaat het echt gebeuren. Het gaat ook gebeuren als D66 en GroenLinks samen eraan vasthouden. Het gaat ook gebeuren als de minderheid in de PvdA eindelijk een meerderheid wordt. En als het aan de leden ligt, dan gaat het gebeuren. Ruim 50% van de kiezers van de PvdA die willen een basisinkomen. Slechts een kwart is er tegen. Dat gaan we Lodewijk Asscher als een verstand brengen. Met jullie samen. We gaan net zo lang door tot het basisinkomen is. Ik heb nog een jaar of 30 te gaan. Dus het gaat lukken. Het was een leuke demonstratie. Dank dat jullie allemaal kwamen. Een huishoudelijke mededeling. Krijgt dat jullie tasjes meenemen naar huis, waar je op staat of waar je in de buurt van staat. Dat we geen afval achterlaten. We gaan net zo lang door tot het lukt. En deze verkiezingen gaan echt spannend worden. Dank jullie allemaal en wel thuis.